De wereld om me heen wordt van een onbeschrijfelijke schoonheid als boven de besneeuwde velden de zon oprijst en de toppen der bomen tot roze boeketten maakt tegen de blauwe hemel. Nou denk je van die koopman op pad, wat zit hij deze keer weer te bazelen? Nou, het is geen bazelerij. Ik ga met een held praten. Een held die u delen komt. En een held die al een heel leven achter hem heeft. In verschillende fases. En dat is Willem Brouwer. De oudere mensen kent hem wel. Maar ja, ik ben nog jong. Dus ik wist het niet zo. Hij heeft mooie boeken geschreven. En over dat boek gooit hem. We gooien hem over de eenzame schaatsen. Dag Willem. Ik heb wat papiertjes met het hem. Omdat ik heel eerlijk niet wist dat hij zo'n goede schrijver was. En het valt mij op dat het schrijven is met een emotie. Met een bloemrijke schrijver die vertelt over zijn leven. En als we nou even teruggegaan naar die strenge winter van 1963. Ja. Die ging niet schaatsen. Ja. Wat voor ideeën hierbij? Ja, ik was een groot liefhebber van het schaatsen op natuurreis. En dat heb ik eigenlijk hier in Elum voor het eerst ondervonden. Daar was ik helemaal wild van. En ik ben uit Elum vertrokken in 1960. Toen ben ik naar Groningen gegaan om medicijnen te gaan studeren. En ik weet, eind 1961, toen was er al even sprake van dat er een Elfstedentocht zou komen. Maar die werd op het laatste moment afgelast vanwege het weer. Maar toen in 62, eind 62, toen ging het weer vriezen. En toen is er een winter gekomen. Nou ja, dat is eigenlijk wel de meest strenge winter die we ooit hebben meegemaakt. De winter van 62, 63. En in die winter was ik er helemaal goed op voorbereid. Ik had me voorgenomen om, als er een Elfstedentocht komt, dan rijd ik mee. Ik was van tevoren was ik ook op een soort droogtraining gegaan in Groningen. En dat is kunstijsbanen waren er toen nog nauwelijks. Eén in Deventer en de Jaap Edemaan was er. Dus daar ging je ook niet zomaar naartoe. Maar ik deed wel veel aan die schaatsgymnastiek. En een paar keer per week liep ik hard met een makker door het Stadspark in Groningen. Je hebt geen trainingen gemist, hè? Ik heb weinig trainingen gemist, nee. Dus de voorbereiding op dat Elfstedentocht? Die was goed. En toen het één keer ging vriezen. Dat staat ook in het boek beschreven. De winter was aanvankelijk helemaal niet zo gunstig voor natuurreis. Omdat het was slecht ijs, het was kwalsterijs. Het is even een doorperiode geweest. Eind rond oud en nieuw is er nog een soort sneeuwstorm geweest. Dus alle vaten waren ook dichtgesneeuwd. Dus het idee leefde van nou, die Elfstedentocht dat die kans is klein dat die nog wordt gehouden. En ondertussen schaats ik wel elke dag mijn rondjes op mijn jaarwederbaan af op in het Stadspark in Groningen. Dus ik schaats elke dag. Dus mijn schaatsconditie was prima. En toen, opeens, ging het toch door. Hier blieden. En ik weet ook nog precies, dat heb ik ook beschreven in het boek, waar ik dat hoorde. Ik was met een jaargenoot, een vriend, waar we bij schaatswedstrijden in Paterswolde, of Eelderwolde, in ieder geval die kant op, afvalwedstrijden. Hadden we geen succes bij hoor, dus maar in ieder geval, en daar opeens werd omgeroepen dat de Elfstedentocht toch doorging. Nou ja, over twee dagen zou het zijn, ik geloof dat het, en toen zijn we de volgende dag zijn we dus naar Leeuwarden gegaan. En toen kwamen we Leeuwarden aan. Maar toch, de algemene mening was, het is gekkenwerk. Want ik weet ook nog dat ik bij het station in Leeuwarden aankwam. En ik had al een slaapplaats. Mijn makker die moest nog een slaapplaats hebben. En dat kon in Leeuwarden, was het VVV, waar slaapplaatsen werden verstrekt of adressen werden gegeven. Dat was in de Beurs. En wij vroegen, waar is de Beurs? Ach jongens, zei die mevrouw, willen jullie dan nog steeds nog meedoen? Weet waar jullie aan beginnen. Er was helemaal geen vrolijke sfeer eigenlijk, wat je later wel had.
Goed, dus zo'n stemming was er destijds wel. Van, ja, dat iedereen wist dat ze tegen de natuurelementen moesten vechten. Het was dat het heel slecht ijs was en nou ja, dat was ook wel zo. Maar in ieder geval daarom zijn er ook maar zo weinig zijn uiteindelijk aangekomen weer in Leeuwarden, uiteindelijk op de Grote Wielen, maar daar eindigde het toen. Die tocht die heb je gedaan, hè? Ja. En hier een speciaal voorbereide sokjes. Ja, nou ja. Die zaken mensen, waaruit vandaag een Azidelfstedentocht overleeft het iedereen. Ik schaatste op een paar Noren, die had mijn vader nog gekocht. Maar mijn vader was niet zo'n geweldige schaatser. En die Noren, dat waren hele stevige schaatsen wel hoor. Maar 43, voor mij een maat te groot. Dus ik had twee paar sokken aan. En in het ene paar sokken had mijn moeder ook nog een dubbel teenstuk gebreid. Dus mijn tenen werden door 3 lagen beschermd. Dus kou. Ze bent niet bevroren? Nee, terwijl er wel mensen bevroren tenen hebben gekregen hoor. Die al steeds heel veel hè? Heel, heel veel, ja. Bevroren ogen. Ja. En dat soort dingen. Ja. Maar door het Willem is dat bespaard gebleven. Dat is mij bespaard gebleven, ja. En dan zeg je van die tocht, dat heeft eigenlijk mijn leven met een beetje gevormd. Dat leven heeft mij gevormd, ja. Ik heb er mijn echtgenote door gekregen, kan ik wel zeggen, achteraf. En ja, dat zal aan het einde van het boek zal dat duidelijk worden. Ja. En daar moet ik eigenlijk nog niet te veel over zeggen. Je moet, het boek dat gaat wel naar iets toe. Het boek is een beleving en daar heb je eigenlijk, want zo zei het niet al in het begin, je gaat schaatsen en alle gedachten gaan door hun hoofd. Nou ja, ik was aan het schaatsen en het verhaal gaat natuurlijk van, ik schaatsde dus van Leeuwarden naar Sneek, naar Elst en zo ging het maar door. Dat is een saai verhaal. Ja, daar komen wel allerlei gedachten bij op. Die heb ik ook weergegeven in het boek. En waar waren die in die gedachten? Dat was vooral mijn leven hier in Elim. Ja. Direct na de oorlog, toen Elim nog een heel ander dorp was dan nu. En dat kunnen jullie je niet meer voorstellen, maar Elim was vroeger een heel merkwaardig dorp. Met allemaal wieken. Kijk, dat vind ik nou weer ook wel interessant. Een merkwaardig dorp. Het was een dorp, ja, nou ja, en dit boek dat grijpt ook vaak terug even op Elim. Dat noem ik de zogenaamde flashbacks. Dus ik ben aan het schaatsen en dan ben ik, Sneek voorbij en dan ga ik opeens denken aan Elim. En dat noem ik, Elim, het dorp aan de wieken. Maar zo was dit, het dorp aan de wieken. Ja. En ik vertel ook iets over de ontstaanswijze van dit dorp. Dat het vroeger was het hier één grote wildernis, maar er was turf te vinden. En er werden er allemaal wieken gegraven rond 1800. Ja, ik ben geen lokale historicus, anderen weten dat natuurlijk veel beter. Maar er werden allemaal wieken gegraven in oostelijke richting. Weet je waarom dat zo was? Die wieken die werden gegraven voor het afvoer van turf, hè? Ja. En ook voor de afwatering. En al die wieken die gingen allemaal die kant op, maar op een bepaald moment werden die wieken ook met een dwars met elkaar verbonden. Ja. En een van die dwarse verbindingen, dat was het dwarsgat. En dat bestond allemaal nog direct na de oorlog, toen ik dat als kind beleefde. Dus Elim was in feite het dwarsgat. We wonen niet aan het dwarsgat. Ja. Dat klonk eigenlijk niet zo. Men vond dat er moest een andere naam komen. En toen is bepaald moment is hier de naam Elim ontstaan. Het is een oase in de Bijbel. En de bevolking is godvruchtig. En dat vond men een mooie naam voor het dorp. Heb je een mooie jeugd gehad hier, Willem? Wat heb ik? Heb je een mooie jeugd gehad hier? Ja, ja, ja. Nou ja, mijn jeugd. Wat ik aan mijn jeugd, als ik daar terugdenk, dan is het vooral het schaatsen over de wieken. Want ik ontdekte als jochie van een jaar of 5 pas hoe het dorp in elkaar zat. En dat heb ik ook beschreven, dat ik zat in die kamer daar. Dit was er toen nog niet, waar we nou zitten. En toen keek ik naar achteren daar, en daar liep de Kassus Wieken. Die huizen stonden nog niet. En ik zag die mensen daar over die wieken. Ik zag niet het ijs, want ze kwamen even boven de wal uit. En ze zwierden, zo heen en weer. Ik denk, hoe kan dat, hè? Ja, ze schaatsen, dat heet de bootjes, hè, bootjes. En, maar dat wist ik niet. Maar ik vond, het intrigeerde wel. Hoe kan dat, hè?
Nou ja, toen kreeg ik op de keukentafel, werd mij een paar schaatsjes ondergebonden. En ik op de rug van mijn vader werd naar het ijs van Dwarsgat gebracht, ja, bij Schonewille. En dan werd ik op het ijs gezet. En mijn moeder hielp me eerst wel even beet, maar ja, andere kinderen die kregen een stoel mee. Maar wij hadden hier nog een slee staan met een leuning, een opstaande leuning, een kleine slee dus. En die haalde mijn vader op. En ik achter die slee het Dwarsgat af. En ik kon als jochie kon veel verder kopen dan als ik lopen naar ze heen ging. Hè? En ja, toen ontdekte ik het dorp. Hè? Het Dwarsgat af en ik zag al die wieken die daar op het Dwarsgat aankwamen. Nou, de eerste kruising, dat was met de Kassenswieken. Dwarsgat met de Kassenswieken. En dan kon je rechtsaf, dan kon je de Kassenwieken een eindje opschaatsen. En weer terug. En je kon richting Nieuwlanden gaan. En je kon dan richting de Jolenwiekerkeur gaan. Ik vond het geweldig. En toen heb je heldentocht gedaan hebt. Ja. Kwam dat toen de bom? Dat toen wij dat het diep... Ja, toen dacht ik, toen heb ik wel gedacht van, ja, ik heb dat enthousiasme voor het schaatsen, dat heb ik meegekregen in Eden. Ja. Ik kwam, je actieradius als kleuter, die was opeens veel groter. Ja, mijn ouders, die brachten mij naar de wieken. En die ga maar. Dus ik kon mijn gang gaan. En ze vertrouwden het ook wel. Ja, je moest wel oppassen, want bij al die boerderijtjes hadden ze wel wakker gehouden in het ijs. Hè? Want de mensen die hier aan de wieken leefden, die hadden nog geen waterleiding. Ook geen riolering. Ook geen riolering. Dus die moesten was er wel een, als er het ijs was, dan moest er een gat gehaakt worden in het ijs, waar ze het water uithaalden voor de koffie. En leggen ze toen ook allemaal van die takjes erin, hè? Ja, precies. Ze werden wat afgedekt met takken. En daar ging ik wel met een grote boog omheen, hoor. Daar had ik wel respect voor, want ik denk, daar moet je niet in vallen. Maar dan even terug naar de Elfstedentocht, naar die tocht die je dan erdoor hebt. Ja. Je kon toen niks zien, het eerste stuk van Leeuwarden en Sneek. Als we even weer teruggaan, ja, nee. Dat eerste stuk van Leeuwarden in de eerste plaats, die start in Leeuwarden, dat was al heel iets bijzonders. Je kwam daar, het was min 18 graden bij die Elfstedentocht. Ja. Er hing een hele zware mist, heel merkwaardig, maar die dag was het ontzettend mistig. Een hele koude, vochtige mist, min 18 graden. Die stad dat werd beschenen met magnesiumtoortsen. Dat was een flikkerend licht daarboven, ja, en dat scheen er op het ijs. En het ijs dat maakte ook een scheurend geluid. En daarom heet het hoofdstuk ook een macabere stad, en het was ook een macabere stad. Lekker kraken. Ja, het ijs was natuurlijk heel dik, maar ja, dus. Nou ja, en je werd daar dus een soort tunnel door die mist ingestuurd, hè. En toen was, in het begin was het natuurlijk ook heel nog sterk in de file schaatsen. Iedereen achter elkaar, maar we gingen direct aan het passeren, want mijn vriend met wie ik schaatste, die had me al even op zich laten wachten, want ik kon al weg. Maar hij was er nog niet, dus dat gaf mij ook wel een beetje stress. Maar in ieder geval, toen ik 10 minuten gewacht had daar in die hal, toen kwam hij eraan en zei, we gaan direct de zaak voorbij. Dus we zijn direct begonnen met passeren. Dus we schaatsen eerst een eindje van Haringsmakanaal. En dan ga je linksaf de Zwette op. Dat is het kanaaltje wat dus naar Sneek gaat. Nou, voor de mensen in Friesland is het natuurlijk heel erg interessant van hoe die route dan verder was. Nou, voor de Drenthe ook wel. Van de Drenthe ook wel. Ja, zeker. Ja. Nou ja, in 63 was de route hier en daar toch wel wat afwijkend. Want de Zwette, die loopt van dus, die loopt dus gewoon lineair af met een paar bochten naar Sneek. Maar halverwege de Zwette gingen we van de Zwette af naar links. En dan kwamen we op een ander kanaaltje. En dat heette Sneeker Oudvaart. Kijk, de Zwette, die lag precies in het midden van de Middelzee. In de middeleeuwen was Friesland in tweeën gespleten, dus een Westergoo en een Oostergoo. En de laatste afvoergeul, dat is dus later de Sneeker Trekvaart, oftewel de Zwette geworden. Ja. Maar goed, halverwege dus Sneek gingen wij dus linksaf en dan kwamen we dus op een ander kanaaltje wat ook naar Sneek ging. En dat is de Sneeker Oudvaart. En dat was ik me toen wel bewust dat de route iets afwijkend was. En via die Sneeker Oudvaart kwamen we dus dan Sneek binnen. En het eerste wat ik mij van Sneek herinner is dat ik, want ik was daar in de zomer geweest in de jachthaven, dat ik opeens de jachthaven van Sneek zag, daar schaatsen we langs. En toen moesten wij
bij de Houkensloot onder een hele lange brug door. En na die brug kwam ze direct een stempelpost. En daar, waren er lichten, lampen en veel volk. En wat daar gebeurde, dat was voor mijn maat niet zo prettig, want die miste die stempelpost, die reed door. Och. En ik had het wel door, dus ik stempelde. En ik trek achter mijn maat aan, en die had ik vrij snel weer te pakken, van je moet nog stempelen. Nou ja, hij weer terug. Hij weer terug, ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik heb in Leeuwarden op me gewacht. Ik schaats nu door. Dus ik ben doorgeschaat. Ik denk, als hij mij in wil halen, dan moet hij mij wat harder. Maar hij heeft me niet meer ingehaald. En dat was het alleen schaatsen? Toen was het, vanaf dat moment schaatste ik alleen. En dat in file schaatsen tot Sneek, dat was toen alweer een beetje afgelopen. Er waren nog mensen die gestopt waren in Sneek. Het was toen van groepje. En ik schaatste van groepje naar groepje. Ik zag dus een treintje van normaal 5, 6 die achter elkaar schaatsen. Die haalde ik in. Tijdje erachter, dan er weer voorbij. En dan zag ik weer een volgend treintje. En dan ging en zo schaatste ik. En toen trok de mist een beetje op. Toen kwam de zon op, achter mij. En toen, inspireerde dus Johan Fabricius tot die quote van, wat u net ook al gezegd hebt, de wereld om me heen wordt van een onbeschrijfelijke schoonheid. En ja, dat. Dat drong op mij eigenlijk niet zozeer door, maar ik had wel een magistraal gevoel van ja. Ik schaats hier de Elfstedentocht. Ik vond het ook geweldig. En dat is het ook geworden, hè? Net zoals je zegt, het was een hele tocht. Je bent niet veulen die als u te schaatsen hebt. Je bent een van de mannen die het wel gedaan heeft, die hem ook u te schaatsen heeft. Een van de? Een van de mannen. Want ja, hij de Elfstedentocht niet, dan ben je geen jochie natuurlijk. Hè? Nee, ik was 21. Dat bedoel ik. Ik weet het, ja. Ja. En dat op die manier en met die gedachten die jij dan hebt, wat hij in het boek beschreven had. Ja. Ja, dat is iets wat de meesten moeten lezen. Dan, ja. merk je de zwier erin en dan merk je ook de emotie die erin zit. Ja, want ja. Je hebt er wel hele leuke dingen. Ja. Nou ja, in ieder geval, dan schaats je erdoor, maar dan komen wel steeds weer die flashbacks naar het dorp, hè? Precies. Dat komt wel steeds weer terug. En dan denk ik steeds maar weer, is het dus het dorp aan de wieken, dus, en aan dus, het schaatsen over de wieken. En uiteindelijk denk ik ook aan dat het geen moment verdwenen is. Ja. Ik was in 54. Toen lag er een smal spoortje langs het dwarsgat en het dwarsgat werd dichtgegooid. En iedereen vond dat prachtig. Het leven werd een stuk makkelijker voor de melkboer, de postbode en ook voor mijn vader, ja, de huisarts. Precies. Want die de eerste praktijk moest hij op een motorfiets doen, want anders kon hij niet bij de mensen komen. Nee. En toen die wieken werden dichtgegooid, toen kon hij een klein autootje. Toen kwam er een autootje erbij. Ja, want een heleboel de mensen die weten nog dat mijn vader een motor had. Dat hij op de motor. Mijn vader heeft verschillende motoren gehad. In de oorlogsjaren had hij geloof ik een Germaan. Heeft hij een Engelse motor gehad, een Ariel geloof ik. Maar later kreeg hij, waar de politie ook op rijdt, met die stenders die naar buiten gaan, die een zware BMW. Oh ja. Daar reed hij op. Ja. Met zitspan. Nee, dat heeft hij nog gedaan, nee. Maar hij reed wel, en ook niet met een helm op, hè? Hij had gewoon een Alpino petje op. Pas later heeft hij een helm gekregen, maar toen is hij een keer over de kop gegaan in de landen. Dat is minder. Ja, en toen had hij een grote, dus dat is goed afgelopen. Maar de laatste jaren dat hij die motor reed, had hij wel een helm op. Je zegt zelf al net van ik heb vaker teruggedacht aan Elim, aan de wieken. Ja. Hoe vaak is hoe vaak voorbij je komt tijdens het schrijven van een boek? Dat ik erover geschreven heb? Dat je voorbij je komt, is dat hij op gedachten hebt laten gewoon. En hij zei, dat was mijn vraag. Nou ja, je dacht voortdurend dacht je aan het. Je hebt natuurlijk je gedachten. En je denkt natuurlijk niet alleen aan Elim. En op een bepaald moment toen, heb ik ook gedacht aan mijn vader. Ook over, in het.
Over oorlogsjaren, daar heb ik ook over geschreven, wat mijn vader, hoe mijn vader in Elim is gekomen. Ja. Dus, maar dat heeft Gerard de vorige keer ook al helemaal met jullie doorgenomen. Dus dat, en je hebt er ook geweldig mooi over verteld. Ja, dat heeft Gerard allemaal verteld. En dat merk je ook wel een beetje, dat zit in de familie Brouwer. Het vertellen. Gewoon op een rustige manier kunnen vertellen hoe het leven in elkaar zat. Maar een makkelijk leven, Willem, hij niet had. Nou, makkelijk, ja, onbezorgd, hè? Ja. Volledig onbezorgd en een prachtig dorp. En dat moet ik wel ook nog even, moet ik eigenlijk ook vertellen. Elim die heeft nog wat bossen om zich heen. Ja. En die bossen, dat heb ik wel later zitten bedenken. Als je die bomen wegdenkt, dan is het nog precies zoals het was toen het turf net was afgegraven. Door de bossen hier loopt nog altijd de wieken. En dwars op de wieken lopen allemaal die greppels. Voor de ontwatering destijds. Die greppels zijn in de rest van het dorp zijn die allemaal verdwenen. Maar in het dorp heb je nog, of in het bos heb je nog die greppels om de zoveel meter. En die greppels, daar gooiden wij destijds bomen en takken overheen. Dan maakten we een hol, een geheim hol. Ja. En zo speelden wij in die bossen. Ja, ja, uit de Schoonhoornweg afriet. Nou, het was dan, er dichterbij. Dan kun je er nog een paar vinden. Ja, ja. En misschien hier op de Maarten Kulenweg ook nog wel een paar. Mijn vrouw werd ziek. En dat ging heel geleidelijk. En geestelijk. En, ze kreeg Alzheimer. En dat hele proces van begin, dat ze nog helemaal prima is, tot dat ze heel diep dement is, dat heb ik helemaal meegemaakt. Want ze is niet, ze is steeds thuis. Die wilde thuis houden, hè? Ik wilde thuis houden. En dat heb ik beschreven in een boek. En dat heet, Gooi me niet weg. Dat is geen uitdrukking van mij, maar dat is een uitdrukking van mijn echtgenote dus. Hè, van, ja. Toen ze al niet meer toen ze al moeilijkheden had met praten om zich uit te drukken. Toen heeft ze eens een keer tegen me gezegd, ja, je gooit me toch niet weg. Maar ja, dit boek, ik hield toen een soort dagchroniekje bij. Ja. Want ik wou voor mezelf al weten van, hoe gaat dat? En gaat het snel, gaat het niet snel? Want het was natuurlijk heel erg zorgelijk als je dus je naaste meemaakt, die geleidelijk geestelijk aan het aftakelen is. Hè? En aanvankelijk ging dat zo geruisloos, dat je het ook eigenlijk soms, dan had je het niet eens door. En, maar ik hield het wel steeds bij. En jarenlang. En op een bepaald moment dacht ik van, ja, ik hou het bij, maar wie moet het straks gaan lezen? Ik denk, ik maak er een leesbaar geheel van. Dan kunnen mijn zonen het ook gaan lezen. Ik heb twee zonen. En toen ging ik nog verder denken. Toen denk ik van, ja, ik kan er ook een boek van maken. Ja. Nou, en toen is dat dit boek geworden. En het boek, dat is dus, Gooi me niet weg. Dat beschrijft het hele proces wat je meemaakt als partner van iemand, nou ja, die eerst echt je naaste was, je gelijkwaardige, en dan uiteindelijk een volledig zorgobject wordt. Waarvan iedereen zegt, ja, die moet aan het verpleeghuis, dat kan thuis niet. Maar goed, ik heb er gewoon thuis gehouden, dat kon wel. Weliswaar met veel hulp. En ik heb dat tot het einde toe wel, heb ik haar verzorgd. En totdat ze uiteindelijk is overleden. Je hebt alleen geschaatst in Barretien. Je hebt hard vergen om het te kunnen schaatsen. Ja. En dan heb je toch wel iets heel moois gedaan. Dat hij dan, een vrouw, Tineke. Ja. Dat hij die tot het einde toe verzorgd heeft. Ja, nou, en dat is ook een eenzaam gevecht. Ja, nou ja, goed. En je journalist van die krant die vroeg, waar ben je nou, ben je trots op die afstedentocht? Ik zei, ja, boah, na zoveel jaar, ja, dan weet je vond het leuk dat je het meegemaakt hebt. Maar ik zei, ik ben wel blij dat ik mijn vrouw tot laatst toe thuis heb kunnen verzorgen. Dat, ja. Dat geeft mij een veel beter gevoel, misschien dan die afstedentocht van 63. Ja, kijk me eens. En dat ligt op een heel gevoelig terrein voor een ieder die met deze ziekte te maken heeft. Het is een ziekte die sluipt, die heel langzaam en heel gestaag giet. En dan moet je heel sterk worden en roggen met de rechter om dat te kunnen doen. En dan moet je wel een held worden.
absoluut. Na die tijd heb je nog kort daarop, in 2020, heb je nog een boek geschreven. En dat boek, dat laat je mij nou ook zien. Ken je me nog? Dat is dit boek. Nou, toen dit boek dus was uitgekomen, toen ja, had ik nog steeds het idee van, ik heb nog niet alles opgeschreven. En dit boek gaat vooral dus over de periode, de laatste 2 jaar, dat ze echt diep dement was, dat ze helemaal niks meer kon. Dus, ze moest gevoerd worden, ze moest overgetild worden, incontinent. Nou ja, alle akelige symptomen die je bij dementie kunt vinden, die had ze. Maar en dan kwam toch steeds weer die vraag bij me op van, weet ze nog wel, hoe ziet ze mij eigenlijk? Ziet ze mij nog wel als, ja, ze wist niet meer dat we getrouwd waren, al lang niet meer. Maar doordat we dus echt nog permanent bij elkaar waren, ook naast elkaar sliepen, had ze wel het idee van, tenminste daar ben ik zeker van, dat heb ik ook in dit boek beschreven, van die man die hoort bij mij. Een gedeelde ziel en een gezamenlijke warmte. Ja, precies, ja. Ja. En dus dit boek gaat eigenlijk een soort zoektocht van, wat gaat er in haar cerebrum nu nog om? Denkt ze nog? Ja, ze denkt, mensen die, er worden wel eens gezegd, mensen met Alzheimer daar, die hebben nauwelijks gedachten meer. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ze tot de laatste toe bewust is geweest van, deze man die hoort bij mij. Ja. Nou, dat is dus het tweede boek wat ik over haar geschreven heb. En dat boek dat gaat dus eigenlijk ook van, dat eindigt dus met het overlijden. En dat is ook een beetje het moeilijke van mensen met Alzheimer. Daar neem je 2 keer afscheid van. Ja. In de eerste plaats neem je afscheid van ze. Nou, echt zij dus zo aan het aftakelen zijn, geestelijk. En tenslotte het echte overlijden. Ja, dat is dus het tweede boek. Nou ja, goed. En toen dat boek geschreven was, toen kwam ik iemand tegen. En die zei tegen mij van, nou, wat ga je nu doen? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Hij zei, maar je hebt al 63 die al steen toch gelezen. Ja. Dat verhaal moet je eens opschrijven. En dat hij absoluut niet te maken op dit moment met hetzelfde gevoel. En met dezelfde emotie die jij in die andere boeken ook had kunnen denken. Ja, ja. Dat is mooi, Willem. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, je kunt het onder, hè, dat moet je niet onder stoelen of banken steken. Een element die dit doet. Een element die dit leven volmaakt maakt. Ja. Die de hele ding in 2 keren dan heeft. Hmm. 1 keer alleen, de andere keer samen. Ja. Kerel, wat een mooie vrouw. Ik hoop het. In alle emotie die waaruit je dat met de doorn hebt. Mm. Want dat is het verhaal. Ja. Het is niet iets wat hier komt. Nee, het is iets wat doorstiet. Lees die boek van Willem Brouwer.